Hola! Soy Russel, el profe de español. In deze les ga ik jou meenemen in een hele conversatieles. We gaan uh, gedag zeggen, vragen hoe het gaat, we gaan wat WhatsApp berichtjes bekijken. Je gaat best wel heel veel leren in deze les. Ik heb een hele presentatie voor je gemaakt. Je kan ook een gratis woordenlijst downloaden. Hier ergens in de video en ook in de beschrijving van deze video. En nou ja, laten we beginnen! Hola, 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 ya, yeah. hola, muy bien, no, buenos días, buenos días, buenos días, ¿Eh? buenos días, buenas tardes, ¿Eh? el día y la tarde, ¿Eh? la tarde. Buenas tardes, ja. Yeah? Buenas tardes. Buenas noches, eh? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches is echt als je gaat slapen, eigenlijk, hè. Dus ja, dat zeggen we eigenlijk pas goed, Ja, als slaap lekker, dat is eigenlijk buenas noches, oké. Okay? En buenas tardes, ik had hem hier al even opgeschreven, dat is dus vanaf drie uur, ongeveer drie uur s middags, ja. Yeah? In Spanje. In Latijns-Amerika is het wel vanaf 12 uur, net als in Nederland. Ja? <laughs> buenas tardes, oké? Okay? We zeggen ook buenas, hè? dat hoor je heel veel in Spanje. Buenas. Okay, dat is lekker makkelijk, want het kan voor alles zijn. Buenas, hè? goedendag. Buenas. Muy bien, oké. Okay, nou, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Kan je dat herhalen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Nou, Hola, qué tal? Hola, qué tal, eh, Hello, who Hola, qué tal? No, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú? No, hablando de is ¿cómo estás, eh? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Eh, ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Yeah, estoy bien. ¿Y tú? No. Hier nog wat andere versies van Alles goed, hoe gaat het? Hè? Dus we hebben Hola. <laughs> ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Is iets meer Mexicaans. Yeah. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? En ¿qué cuentas? Wat vertel je me? ¿Qué cuentas? What's up? Yeah. Nou, degene die je het meest in Spanje hoort zijn ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En ¿cómo vas? Kan je ook. Zeggen in Spanje. De andere zijn misschien uh, ja, in uh, Latijns-Amerika. Yeah? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yeah? En het belangrijkste is natuurlijk dat je deze begrijpt zodat je kan antwoorden. En voordat je helemaal gek wordt van dat poppetje <laughs> dat staat te zwaaien, gaan we verder. Um, dus ¿Cómo estás? Nou, wat kan je daarop antwoorden? Hoe gaat het? Je kan zeggen muy bien. Muy bien. Nou, bien. Bien. no mm. más o menos regular ¿eh? más o menos regular en buch mal ok mal entonces ¿eh? cómo estás muy bien muy bien bien más o menos regular mal mal ya This. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yeah. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo estoy bien también. Gracias. Yeah. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo estoy bien también. Gracias. Ok. You have long Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo estoy bien también. Gracias. Gracias. Ja? In Spanje ga je iets meer horen. Gracias. Dus dan heb je the, th, die C. Gracias. Nou, ik heb Spaans meer in Latijns-Amerika geleerd, dus dan heb je meer gracias. Wat eigenlijk makkelijker is. Maar nou ja, als je echt Spaans van Spanje wil spreken, dan zorg ervoor dat je the doet. Gracias. Ja? Gracias. Oké? Okay? Heel goed. Nou, we gaan nog even kijken naar wat versies uit andere landen. Toch wel heel leuk. Nou, in Medellín, in Colombia. Dus in Antioquia, de provincie waarin Medellín is in uh, Colombia. Daar uh, heb ik gewoond een jaar. Dus vandaar, nou vind ik het even leuk om dat te zeggen. Daar hebben ze heel, een hele andere manier om eigenlijk te zeggen: ¿Cómo estás? Ze begrijpen natuurlijk heel goed: ¿Cómo estás? Want dat is heel algemeen uh, beschaafd uh, Spaans, zeg maar. Maar ze zeggen ook: uh, nou ja, ¿Qué más? ¿Qué más pues? O Bien o no? ¿Qué más pues? Dat zijn zelfs, er zijn zelfs uh, liedjes van: ¿Qué más pues? Nou, leuk, heb je dat ook even gehoord, ja? En uit Medellin komen heel veel, uh, nou ja, veel reggaetonzangers, zoals uh, Maluma, hè? Piso 21, uh, Carol G. Heel veel verschillende, uh, ja, heel veel, de muziekindustrie zit, zit heel veel in Medellin. Dus, nou, en redes sociales. Dus hoe kun je een leuk WhatsApp-gesprekje hebben met een Spaanse vriend of vriendin, of met iemand, hè? Vamos a ver si Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, Ana. ¿Y tú, qué tal? Yo también, muy bien. ¿Quieres hacer algo hoy? Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos al cine? ¡Vamos! ¿Eh? Entonces, Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo va, Alejandro? Muy bien, Ana. ¿Y tú, qué tal? Heel goed, Anna. En jij, hoe gaat het met jou? Yo también muy bien. En mij gaat het ook heel goed. Hè? Yo, ik ook heel goed. ¿Quieres hacer algo hoy? Eh, en let op: hacer is zonder die H. ¿Quieres hacer algo hoy? Wil jij wat doen vandaag? ¿Quieres hacer algo hoy? Sí. ¿Qué quieres hacer? Sí. ¿Qué quieres Hacer. Ja? Yeah? ¿Qué quieres hacer? Vamos al cine. Gaan we naar de bioscoop. Vamos al cine. Vamos. Eh? Vamos. Ja, laten we gaan. Misschien ken je het liedje wel. ¿eh? Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. Nou, et cetera. En dat is vamos. Is dus ze zegt laten we gaan of uh, gaan we. Vamos al cine. Gaan we naar de bioscoop. Vamos. Ja, let's go. ¿eh? Ja, we gaan. Ja? Nou, we hebben hier nog wat, um, nou, wat, grappige dingen op social media. Uh, la diva de Colombia, de diva uit Colom Colombia zegt: "Odio estas conversaciones que son. Ik haat die conversaties die gaan zoals: Hola, hola, ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué haces? Nada. ¿Y tú? Nada. <laughs> nou. Jij hebt het denk ik allemaal begrepen tot en met hier. Hè? Dit betekent: Qué haces. Dus wat, wat ben je aan het doen? Nou, dan zegt de ene: Nada, niks. En jij? Nada. Dit dus zie je wel vaak uh, als mensen uh, nou, verveeld zijn. En dan ga je een berichtje sturen. Nou, wat ben je aan het doen nu? Um, want nou ja, in, in de Spaanstalige cultuur, misschien, ik zeg het niet in het algemeen. Maar um, vaak. Um, zijn de mensen wat spontaner, dus je kunt soms hebben mensen gewoon niks te doen en kun je gewoon nou, laten we wat gaan drinken, wat, laten we wat gaan doen. Dus dat is iets meer uh, normaal in um, Spaanstalige culturen. En nou, in, het Neder in Nederland is het misschien wat lastiger om te zeggen, nou wat ben je nu aan het doen? Laten we iets gaan doen. Het is heel spontaan en dat doen, uh, nou, dat doen wij als Nederlanders niet zo heel vaak, zeg maar. Maar in ieder geval, deze diva de Colombia vindt dit echt hele saaie berichten ja dus meer een beetje nou wat know, doe je ik ben verveeld, wat doe je nou ik doe niks yeah, en jij hè nou dan hier teniente sosos ja yeah? hola hola cómo estás bien y tú igual nou de nieuwe woord igual hetzelfde um, igual hè eh? qué haces nada y tú nada niks y luego se quejan porque los deje los dejan en visto no mamen <laughs> y luego se quejan era una... nada Klagen ze, want je laat ze, uh, je leest het bericht en dan heb je van die blauwe vinkjes, weet je wel, dat je het hebt gelezen op WhatsApp. En dan zeggen ze hier nou, en dan, dan gaan ze daarna uh, klagen over dat je het bericht hebt gelezen, maar niet hebt gereageerd of zo. Maar nou ja, het is gewoon niks natuurlijk. <laughs> het is een beetje gewoon een stom grapje. In no men is like, are you kidding? Ja, no mamen. Maar no mamen, dat is um, uit Mexico. Ja? Nou ja, in ieder geval, ik wilde jullie even een klein... Ja, echt dingetje laten zien van, uh, van wat je online zou kunnen vinden. Ja, nou, vocabulario. Hè? Wat hebben we allemaal gezien? Nou, dit staat dus ook allemaal in die lijsten die jullie gratis krijgen bij deze les. Ja, dus nou, como, también, yo, ik, tú. El día, la tarde, la noche, qué, bien, muy, mal. I en i was, ¿Cómo vas? Hoe gaat het met jou? Como vas? Hoe ga jij? Ja, nou, heel goed. Gaan we eventjes een kleine herhaling doen? Ja, nou we hebben gezien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hè? Nou, ¿qué tal Bob? Muy bien. Ja, ¿qué tal Bob? Muy bien. Oké. Okay. Nou, ¿cómo estás? Muy bien, bien, más o menos regular y mal, ¿eh? vamos a hacer un pequeño prueba, un pequeño test, ¿Qué tenemos aquí? Buenos días, Y ¿eh? aquí buenas tardes, y aquí buenas. Als we gaan slapen. Buenas noches. Hè? Buenas noches. Nou, hier. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Wat was daar eigenlijk de reden van? Oh, oké. Okay. <laughs> ik snap mijn eigen, mijn eigen test niet, die ik heb gemaakt. Dus hier was het, inderdaad. Hola, ¿cómo estás? Nou, we kijken naar het poppetje. Muy bien, oké. Okay. En hier. Hola, ¿cómo estás? Nou, hoe gaat het met deze? Niet zo goed, hè? Mal. Muy mal. Muy mal. Je kan ook zeggen, moe triste. Heel verdrietig, hè? Muy triste. Hmm. Nou, hier. Met deze, het gaat wel oké. Okay. Zo, Hoe zeg je dat? Oké. Okay. Hola, ¿cómo estás? Hmm. Regular. Más o menos, hè? Más. Oh, más o menos. Oké? Okay? Heel goed. Oh, het, het WhatsApp gesprek. La conversación en WhatsApp. Dus, yes. hola, ¿cómo? Hmm, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Ana. ¿Y tú qué? Tal. Uh, Hier, yo, ik ook heel goed. Yo, también, muy bien. ¿Quieres hacer algo hoy? Voy a wat doen vandaag. Sí. Wat wil je doen? ¿Qué quieres hacer? Vamos al cine. Vamos. Ja. Yeah. Nou gaan we nu een spelletje samen doen. We gaan twee spelletjes samen doen. Dus hola. ¿Cómo estás? Muy huh? y tú. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Huh? Yo estoy. Muy bien. Gracias. ¿Qué haces hoy? Nada. ¿Quieres ir al? Sí, me. Sí. Vamos. Yeah. Oké. Okay. We gaan een perfecte zin maken uit deze um, hotspot. <laughs> yeah. Dus, waar beginnen we mee? Hola, ¿cómo estás? Ja. Heel goed en jij? Muy bien y tú. Hè? Muy bien y tú? Nou, we beginnen met también, met de hoofdletter también. Muy bien. Gracias. Ook heel goed. Dankjewel. También muy bien. Gracias. Hoe gaat het met jou vandaag? Como was? oi. En hier, hola, qué tal? He? hola, qué tal? Ja, yeah. zie je dat om de vraag telkens, om de vraag staan altijd die uh, vraagtekens, hè? Nou hier, hola, qué me cuentas. Wat vertel je me? What's the news? Ja, yeah. que me cuentas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Gracias. ¿Cómo vas hoy? Hola, ¿qué tal? Hola, que me cuentas. Ja, yeah. heel goed gedaan. Oké, okay, super. Nou, ik hoop dat je deze les leuk vond. Als dat het geval is, geef me een like. Deel hem op Facebook met je vrienden. En, um, nou, je zet ook misschien in de commentaren een. Opmerking als je vragen hebt, of uh, nou ja, super leuk als je als ik wat reacties krijg. En uh, nou ja, muchas gracias y hasta la próxima. Ciao, ciao.